het werk niet afgaan, dan bel ik nu de politie. Maar hoezo wilt u de politie bellen, mevrouw? Stop, mevrouw. Woyoji! Oh, shit! Phone heeft nog maar 3000 leden nodig. Dus word gauw even lid, G. Want jouw steun kan nu echt het verschil maken. Hé, hey, en maak ook al je bradas lid. Hier in Ermelo zit een kalkoenveehouder die in zijn eentje meer stikstof uitstoot dan dat wij met z'n allen in een heel jaar besparen door van 130 naar 100 te gaan rijden. Dus ja, als deze man stopt, kunnen wij weer met z'n allen 130 gaan rijden. Het is het ook makkelijk toch, hè? Goeiedag, mevrouw. Bent u de vrouw van Bur Bakker, van Jelle Bakker? Eerst die auto. Sorry? Wilt u eerst de camera auto? Ja, maar we zouden heel graag heel even willen spreken met Jelle Bakker. Nee. Of is hij er niet? Jawel. Is dat uw man? Ja. Oh, top. Zouden we die heel even mogen spreken? Hij is een van de grootste kalkoenboeren hier, toch? Wilt u de camera auto? Mogen we dan met uw man spreken? Nee, we hebben geen commentaar. U heeft geen commentaar, want nee. U weet waarvoor we hier zijn? Ja. Dag. Oh. Gezellig. Als jullie nu het werk niet afgaan, dan bel ik nu de politie. Maar hoezo wilt u de politie bellen, mevrouw? Dag, mevrouw. Maar u hoeft niet zo, nee, maar u hoeft niet zo boos te doen, mevrouw. Ik kom hier op het erf. Zeker, dus ik sta hier gewoon netjes voor de deur. Ik film uw kinderen niet. Ik vraag gewoon heel eventjes netjes aan u of we heel even met uw man kunnen spreken. Nee, maar u hoeft niet meteen aan mijn spullen te gaan zitten. Dat vind ik gewoon echt heel vervelend. We zijn helemaal uit Amsterdam hier meegekomen met 100 kilometer per uur. En ik zou gewoon echt heel graag heel even met uw man willen spreken. Als dat niet kan, is dat helemaal geen probleem. Maar zou u dan niet meer aan mijn spullen willen zitten? Wilt u nu weggaan? Zeker, maar hoezo zou u de politie bellen? Want we doen helemaal niks wat... Omdat u op ons terrein staat. U staat op mijn erf. Ja, maar we filmen voor de rest helemaal niks. We filmen geen omgeving, we filmen niet waar u woont. We filmen... Dat is het. Nee. Kunt u niet heel even uw man bellen? De vrouw van Boer Bakker is heel erg boos en gaat nu de politie bellen. Ze heeft namelijk echt wel een idee waar we het over hebben, waar we hiervoor komen. Zij vindt het denk ik ook heel vervelend voor ons dat we met 100 km per uur hier naartoe zijn moeten rijden. Maar ze is wel heel erg boos. Dus nu even de politie afwachten. De politie die komt er nu aan. Hey, we hebben hier zeker 20 minuten zitten wachten op jullie. Vinden jullie het ook zo vervelend dat jullie maar met 100 over de snelweg nu kunnen? Dat is niet de reden waarom we hier zijn natuurlijk. Maar we kregen info te horen dat jullie op een erf staan en dat jullie gevraagd zijn om weg te gaan. We wilden gewoon heel erg graag eventjes met deze mensen spreken. Ja. Omdat zij zijn in hun eentje, stoten zij zoveel stikstof uit. Mm-hmm. Dat heel Nederland, die van 130 naar 100 ging, eigenlijk maakt het helemaal geen reet uit. Nee. Want zij stoten zoveel stikstof uit dat het in één keer gewoon pats weg is. Ja. Dus ja, daar willen we gewoon heel even over praten. En deze mensen die hebben er geen zin in. Dus nee, maar dat is prima. Daarom zijn we ook weggegaan. Als jullie niet op het erf staan, dan is er in mijn ogen geen probleem. Maar dan, ja, wat zonde van jullie tijd. Ja, ze hoort erbij, hè? Ja, oké. Okay. Wat zou je ervoor over hebben om weer 130 te gaan rijden? Nou, heel veel. Dan ben ik een stuk sneller op locatie. Hallo. Dag meneer, wat zou je ervoor over hebben om weer 130 te gaan rijden? Alles. Ja? Echt, alles. Wordt niet goed van die snelheid. Ja. Dat is echt waar. Oké. Okay. Alleen maar zwakker gaan de hele dag. Ja, precies. Ik had dus een idee. We moeten eigenlijk gewoon met z'n allen gewoon geld gaan inleggen. Kunnen we deze man uitkopen, kunnen wij weer 130 gaan rijden. Dat is wel een goed idee. Ja. Dat is wel een goed idee. Ja, hè? Ja. Dan kunnen wij weer 130 gaan rijden. Je moet niet denken in problemen, je moet denken in oplossingen. Ja. Heb je mooi gezegd. Ja, dank u wel. Ja. Ja. Maar bent u bereid om eraan mee te doen? Oh ja hoor. $10 a month. $10 a month? Sure. Yeah. Oh, oké. Okay. Yeah. Then grab your phone. Oh boy. Go to jij. Telt. No spatie. Oh, oké. Okay. Telt. Ja. Niet mee. First yes. Result, ja. Yeah. I see here eenmalig. €5.72. That means one time. Daarna ben je weer van ons af. Yes. You guys are so smart. Thank you Good very luck. Much. Good luck. Bye. Guys, have fun.